reflectie van de reacties uit het buitenland op de aangekondigde bezuinigingen. Sascha Waltz, choreografe Duitsland. Juist in tijden van financiële crisis bescherm je waarmee je je onderscheidt. Je kostbaarste schatten. Je hebt ze harder nodig dan ooit. Onderzoek is nodig, experiment, zonder de druk van succes. De nieuwe Mondriaan en de nieuwe Van Manen zijn onder ons. Zij hebben een platform nodig. Hou de kunst levend en uitdagend. Kelly Koppen van het Theater of Oklahoma in New York. Op dit moment hebben jullie een jaloersmakende kunstscène. Die wordt gerespecteerd over de hele wereld. Bezuinigingen als deze zullen vernietigen. Alsjeblieft, heroverweeg. Elena Tipiseva van het Moderne Dansfestival in Moskou. De unieke infrastructuur die over de jaren in Nederland is opgebouwd voor hedendaagse dans is een groots voorbeeld voor andere landen. Ik hoop dat de volgende generaties van toeschouwers en liefhebbers over de hele wereld de mogelijkheid zullen krijgen dit ook te ervaren. Do not enter the Netherlands. Cultural meltdown in progress. Nicola Wemmes, mezzo-sopraan uit Schotland, zegt alsjeblieft, denk opnieuw na. Overweeg een eerlijke verdeling van de bezuinigingen in plaats van de kunst als doelwit te kiezen en datgene te slachten wat een van de weinig overgebleven zaken is waarop de Nederlanders nog steeds trots zouden moeten zijn. Judith McHugh's International Center for Art and Social Change, Canada. Deze cultuurbezuinigingen verraden een verbijsterend gebrek aan het vermogen logisch na te denken of een visie te ontwikkelen. Het is een bruut idee waaraan helemaal niets zinnigs is. Do not enter the Netherlands cultural meltdown in progress. Joshua Thijs, beeldend kunstenaar New York. Iedereen zou zich moeten realiseren wat voor een problemen zich voordoen als een land wordt geprivatiseerd. Kijk naar de Verenigde Staten. De culturele infrastructuur is daar uiteengevallen. Er zijn daar meer daklozen, meer werklozen dan ooit. Dit proces begint bij bezuinigen op de kunst. De kunst is het eerste van alles dat vergeten wordt. Ik geloof niet dat Nederland zich realiseert wat dat betekent. Lem Koolhaas, architect. Los van de consequenties binnen Nederland is de kracht en de veelzijdigheid van de Nederlandse cultuur verreweg de grootste attractie voor alle buitenlanden. In Amerika, de Arabische wereld, Afrika, Rusland, India, China, overal worden we daarom gewaardeerd. Iedereen kijkt met totaal onbegrip naar een land dat zichzelf afschaft. Do not enter the Netherlands! Cultural meltdown in progress. Carina Slewit, Theater Kazerne in Basel. De Nederlandse onafhankelijke dans- en theatercultuur was altijd een groot voorbeeld voor Europa. De aangekondigde bezuinigingen betekenen vernietiging voor een langzaam gegroeide cultuur die niet opnieuw op te bouwen zal zijn. Carla Pedersen van het Dance Theater Workshop in New York. Kunstenaars en kunst zijn precies datgene wat het verschil maakt tussen een volwaardig leven en een leven dat zich beperkt tot wat de economie van ons vraagt. Claire Verlet, Théâtre de la Ville, Parijs. Het is een vergissing. Dit gaat Nederland geld kosten. Zonder kunstenaars is er geen attractie, geen zichtbaarheid en niets uitnodigends. Wie wil een land bezoeken zonder licht? Do not enter the Netherlands cultural meltdown in progress. Ella Baff, Jacob Spinnell Dance Festival, Verenigde Staten. Begrijp goed dat het Nederlandse beleid om de kunsten te subsidiëren wereldwijd gezien wordt als een vorm van verlicht leiderschap. Subsidies voor de kunsten, zorg en onderwijs laten zien wat een samenleving waardevol vindt. Alexander Karsina, Nicola Noor en Sascha Sulima, Berlijn. Dat dit niet alleen maar gaat om bezuinigen. Dit beleid is bedoeld om de kunsten te onderdrukken.
Nogmaals, do not enter the Netherlands. Culture. Yes. Robert Wilson, regisseur en kunstenaar uit New York, zegt: de Nederlanders zijn altijd voorlopers geweest in de culturele wereld. Ze hebben altijd de juiste balans gevonden tussen het ondersteunen van klassieke en hedendaagse kunst, de nationale en internationale kunst. Zij wezen de weg. Deze mentaliteit mag nu niet weggenomen worden. Als we onze cultuur kwijtraken, raken we ons geheugen kwijt. Dank u wel. De kunstwereld heeft geschokt kennis genomen van de vergaande plannen om te bezuinigen op de Nederlandse kunst en cultuur. Wij denken dat de bezuinigingen een desastreuze uitwerking zullen hebben op de reputatie en het functioneren van de Nederlandse kunstsector. Dit is een fragment uit de open brief die op 20 juni in de Volkskrant werd gepubliceerd. Deze brief werd onder andere ondertekend door Thomas Oberender van de Salzburger Festspiele, Vincent Baudrier van Festival Avignon, Jossi Wieler van de Staatsopera Stuttgart, Pieter Selles, regisseur New York, Free Leysen, artistiek directeur Berliner Festspiele, Frank Kastorf, artistiek directeur Volksbühne Berlijn, Hong Keng Sen van de Theater Works in Singapore. Do not enter the Netherlands, cultural meltdown in progress.